Het nieuwe musicalseizoen begint opvallend vrolijk. 26 augustus, Charlie en de Chocoladefabriek. En in september, The Prom. Pia, het is echt de eerste repetitiedag en ik zie het aan jullie. Jullie zijn erg eager. Ja, wij zijn eager omdat wij al zo lang, tenminste ik heb al zo lang niet meer op de planken gestaan. Ja. Dus het is ontzettend leuk om weer zo'n taart aan te snijden en de energie te voelen. En mensen te ontmoeten en te weten dat je iets moois gaat doen. Vind je mij ook zo gretig dan? Ja, oh. Ja, iets beheerster. Ik wou net zeggen, ik voel me niet zo heel... Kijk, luister, na al die jaren, natuurlijk is het hartstikke... Kijk, wat er gebeurt, al die energie. Er komt zoveel energie los van al die mensen, de jonge mensen vooral natuurlijk. Want die zijn, die gaan iets nieuws doen. Die gaan iets, hè, die excitement is er nog. En het klinkt een beetje belegen, maar ja, zoveel jaren. Dus het is ook weer, wat dat dan gaat, herkenbaar. Ja. En ik vind het hartstikke leuk. En we moeten gewoon ook heel hard gaan werken. Ja. Dat is wat ik denk. Dan speel je een opvallende rol, Didi Allen. Ja, Didi Allen is natuurlijk een bijna uitgerangeerde Broadway-ster. Althans, door de pers afgeschreven Broadway-ster. Die enorm veel van zichzelf vindt. En het gevoel heeft van, ik ben het gewoon. Ik ben het, weet je wel. En dan een prachtig doel achterna gaat. Alleen maar omdat ze die publiciteit wil. En dan eigenlijk ook wel een beetje leert dat het meer gaat om alleen maar zichzelf, maar ook om de ander. En dat is natuurlijk ontzettend leuk. Jij speelt Angie Dickinson. Dan denk ik altijd aan de actrice van allerlei series. Pepper. En weet Pepper. Je nog? Ja. Oh, jij weet het nog. Leuk! Want heel veel mensen weten dat niet meer. Begrijp jij waarom in The Prom een actrice voorkomt met dezelfde naam? Is dat toeval? Ik denk dat het echt toeval is. Ik denk dat zij in Amerika gewoon daar niet echt over nagedacht hebben. Want ja, Amerika was ze natuurlijk ook heel bekend. Pepper was een hele bekende televisieserie, een politieserie. Dat was een van de eerste politievrouwen op de tv. Ja. Maar wij gaan jou niet vanaf september met een gun zien. Nee, geen gun. Nee, alleen maar glitters, veren en mooie bewegingen. We zien hier allemaal musicalsterren, maar uiteindelijk draait The Prom om jou, Emma. Oh, ja. Ja. Ik heb natuurlijk aan je regisseur gevraagd, waarom heb je Juliet gekozen in de centrale rol van Emma? En jij overrompelde hem door je onbevangenheid. Juliet heeft bij ons Kinky Boots gedaan, heeft Titanic gedaan en heeft dat vrolijke, dat onbevangene. Het is echt een meisje waar je naar kijkt. Het is geen actrice van in tegen de 30 die een meisje speelt. Maar ze heeft iets heel puurs, iets heel eigens. Wat denk je? Dat heb ik goed gespeeld? Het voelde een hele fijne auditie. Het voelde heel kloppend en ik kon echt mijn ding doen. En, dat, ja. En ik dacht, als dit niet is wat men wil, dan is dat prima. Maar dan heb ik tenminste mijn ding gedaan. En ik denk dat goed is, dat goed klikte met wat er gevraagd wordt. Ik speel Alyssa Green. En Alyssa is het vriendinnetje van Emma, maar die zit nog in de kast. Haar moeder is de directrice van de school en ze durft niet uit de kast te komen. Nee. Maar ze is wel echt heel erg gek op Emma. Ja. En dan hebben jullie het vermaledijde plan om naar de prom te gaan? Zeker. Alleen voor Alyssa is het natuurlijk spannend. Omdat het is het moment dat ze uit de kast komt. Precies. Dus dat is heel spannend. Maar het idee is dat we samen gaan. Mensen weten niet dat zij met mij zal gaan. Maar ik ga met mijn vriendin. Jij maakt een... eigenlijk misschien wel de grootste ontwikkeling door samen met de medepesters. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, ik begin natuurlijk als een echte pestkop. Ja. En ik eindig toch wel. Wat heb je nou precies tegen Emma? Nou, ik wil gewoon naar de prom gaan met mijn vriendin. Maar ja, dat kan niet als zij, want door hun wordt het afgelast, laat maar zeggen. Het grappige is, je bent helemaal niet, je maakt helemaal geen bezwaar tegen waar ze van houdt. Je kan niet naar een feestje toe. Ja, precies. Ik ben een beetje egoïstisch daarin. Ik wil gewoon naar mijn feest. Angie is een Broadway actrice, danseres, zangeres die al jaren op Broadway staat in de musical Chicago. En ze mag nooit de rol spelen van Roxy Hart, dat is een van de hoofdrollen. Ja. En daar is ze helemaal klaar mee. Ze heeft het helemaal gehad met dat wereldje. Dus zij sluit zich aan bij dat groepje die eigenlijk verveelt en eigenlijk een beetje
teleurgesteld is in Broadway ook. En misschien een beetje bitter, een beetje zuur, een beetje En dan dat zij ontdekt dat meisje in Indiana, die dus lesbisch is en niet haar vriendin mag uitnodigen voor die schooleindmusical. The Prom. Ik ga Trent Oliver spelen. Een van Trent, ja. Ja, een van de Broadway acteurs die ook zijn hoogste piek wel gehad heeft eigenlijk. Ja. Identificeer jij met zo'n rol? Net nu niet natuurlijk, Rocky Horror. Nee, net nu niet eigenlijk. Nee, ik kan zeggen dat ik eigenlijk qua carrière rijdt eigenlijk best wel goed. Dus ik daar, wat dat betreft, niet. Heb je wel eens in een trendfase verkeerd? Ik mag eigenlijk van geluk spreken dat ik dat nog niet heb gehad. Nee. Dus ik heb niet... Trent werkt inmiddels in een bar ergens. Omdat hij tussen twee producties in zit. Zo noemt hij dat zelf. Maar ik denk gewoon dat hij voorlopig even geen werk heeft. Wat ook natuurlijk prima is. Mens moet geld verdienen. Maar ik heb dat zelf nog niet hoeven doen. Lijkt me een leuke rol. Omdat jij natuurlijk ook een hele lange carrière in de biz hebt. Je herkent allerlei dingen natuurlijk. Jazeker. Ik heb ook het ensemble gezeten. Ik weet hoe dat kan zijn. Je ziet het natuurlijk van collega's die al jarenlang toch eigenlijk altijd die tweede positie hebben gehad. Maar super goed zijn. Dat je denkt, waarom niet nou gewoon eens een keer de leading lady in grote producties. Ja, dat gebeurt. Er is maar zoveel plek. En je hebt zoveel mensen. En het heeft met typecasting te maken. Dus ja, dat is het eigenlijk. En Krijg jij dan niet in je handjes? Want jij hebt toch, ik, in een beroemd bootje gevaren. Ja, met een rare zeker. Zeker met een masker. Ja, ik ben heel dankbaar. En terugkijkend, hè. Als je dan terug gaat kijken, dan denk je, wow, wat heb ik allemaal gedaan? En dat is geweldig. Dus daar ben ik waanzinnig dankbaar voor. En ik begrijp wel hoe het is, denk ik, als je dat niet hebt. Het is niet leuk. Want je wil je talent kwijt. Precies. Dus we gaan een onderbouwde vertolking krijgen van Angie Dickinson. Ja, zeker. Er is altijd een rangorde op de middelbare school. Wat representeert Nick? Ja, ik ben de top. Dus dat is wel leuk. Ja, ik ben de populaire gast van de school. Dus, ja. En hoe voel je je daarbij? Was jij ook in de middelbare school? Nee, ik was niet. Ik was niet populair, maar ook niet super populair. Ik was gewoon denk ik gewoon een beetje mezelf en gewoon oké, maar ik vind van de duizend. Ja, zoiets. En ik viel dan wel op door andere dingen, omdat je gewoon dingen na school deed. Maar op school was ik niet per se, alleen toen nog voetballen, toen wel wat meer. Maar daarna, nee. Heb je al een idee hoe je dan die transformatie naar topper van de school gaat maken? Ja, ik weet niet. Ik denk dat je dan sowieso gewoon jezelf heel leuk, of wel als in dat je jezelf gewoon heel wat vindt en dat je jezelf gewoon heel leuk vindt en zelfvertrouwen moet uitstralen. Ik denk dat dat het ding is en dat er dan al sneller een de status krijg je denk ik meer van andere mensen, hoe ze naar jou opkijken dan dat je zelf de hoge status aanneemt, denk ik. Dus ik denk dat je zelf gewoon met vol vertrouwen daar kan staan en dat de rest moet jou eigenlijk soort van die hoge status geven. Dit stuk heeft iets Amerikaans uitgelatens. Hoe denk je dat past in Nederland? Nou, ik denk dat Nederland ook wel gewend is aan uitgelatenheid. Ja. Als je kijkt naar feesten van jongeren, als je kijkt naar carnaval, als je kijkt naar andere feesten. En dat ze ook wel het Amerikaanse principe kennen. Ja. Dus het is niet iets vreemds, denk ik. Ik denk dat het in een wat bekrompener land anders zou zijn, maar niet in Nederland. Nee. En de prom is wel een begrip, dat kennen we wel. Vergeet ook niet dat de film op Netflix is. Dus heel veel mensen hebben die film ook echt wel gezien. Want Meryl Streep en Nicole Kidman zitten erin en nog meer mensen. En ik denk dat er zijn genoeg producties geweest waar het Amerikaanse thema ook wel aan de orde is geweest. En ik vind dit een prachtig thema, want het gaat in feite om inclusiviteit. En die inclusiviteit is altijd een thema geweest. En zal het ook moeten blijven. En daarom is het zo belangrijk. Maar het is mooi verpakt in een leuk feestje. En ik denk dat de Nederlander daar goed op in kan haken. Dit stuk heeft twee gezichten. Er is een serieuze boodschap en er is een hoop tralala. Ja. Wat gaat bij jullie de boventoon voeren? Nou, ik hoop in de ideale wereld dat ik het perfect in balans kan krijgen. Ja?
Dat is precies iets waar Amerikanen zo onwaarschijnlijk goed in zijn. Door je aan het lachen te brengen en dan net te kantelen. Je hoeft maar naar oude comedy-series te kijken. Als je bijvoorbeeld naar een oude aflevering van Golden Girls kijkt. Of ook naar Friends. Dat is hard lachen en dan net doen ze daar een twist in. Dat je bijna met een brok in je keel zit. Daar zijn Amerikanen buitengewoon goed in. En ik hoop dat als we met deze cast die balans een beetje kunnen krijgen. Dat we dan mooi evenwicht hebben. Ik denk de boodschap. Ja, de boodschap. Dat denk ik zeker. Daar ga ik tenminste zelf op. Ja, ja. Omdat de show en de glitter en glamour om de boodschap heen hebben we nodig. En dat moet in de show, want er moet ook lucht zijn en er moet ademruimte zijn. Maar uiteindelijk gaat het om de boodschap en helemaal in de tijd waarin we nu leven, zou je denken dat het niet meer nodig is. Maar het is zeker nog steeds wel nodig. En ik ga in ieder geval er heel erg voor strijden dat de boodschap vooral duidelijk wordt. Ik kijk naar je uit. Even kijken. September? Ja, 26 september volgens mij. Ja, en dan nou, zien we elkaar weer, Frans. Oké, dankjewel. Yes. Fijne repetitie. Dankjewel. Ik weet niet meer wat ik daar wel.